Vrijdag 27 mei zijn de eerste kistjes Betuwse kersen geveild. Met deze veiling werd het officiële startschot gegeven voor een nieuw Betuws kersenseizoen. De veiling vond plaats bij strikkerij De Betuw in Wangenooien. Vandaag vindt de start plaats van een nieuw Betuws kersenseizoen. En dat begint met een kersenveiling. Dus per opbod wordt het eerste kistje kersen geveild. En we hopen op een groot geldbedrag. Dit jaar werd een oude traditie weer eer aan gedaan, vergelijkbaar met het traditionele eerste vaartje Hollandse Nieuwe in Scheveningen. Het eerste kistje kersen leverde een bedrag op van 3000 euro. Er zit geen geluid bij. Ja, even podium, hè. Kom maar naar voren. Nee, kom naar voren. Oké. Wat doen we toch? Ja. Het is een te mooi moment en er mag er trots op zijn. Applaus! Kijk, allemaal erbij. De opbrengst van alle kistjes in totaal was 12.000 euro en is voor een goed doel. Ja, dat geldbedrag gaat dit jaar naar de Stichting TES. Dat is een dolfijnentherapie voor kinderen met een beperking. Dat vindt plaats op Curaçao. En de stichting verzamelt het geld in voor die kinderen. En natuurlijk de hamvraag van dit jaar. Hoe smaken de kersen? Ja, dat is altijd afwachten. We hebben natuurlijk een hele droog voorjaar achter de rug. Nu valt er wel weer voldoende regen. En we verwachten dat eind juni dat dan de kersen het best op hun smaak zullen zijn.